welkom bij Goed Geschoten. Vandaag zijn wij op het Smartlappen Festival op de Groenmarkt. Deze dag lopen wij met twee cameraploegen de hele binnenstad af. En ik doe het samen met... Martine heet ik, hè? Nog steeds. Ja. Martine Reukema. Ja. Welkom. Ja. En uiteraard met Nilia. Wij gaan de regionale koren filmen. We gaan interviewtjes doen, we gaan meezingen, we gaan polonaise doen. En we krijgen van Guy een paar consumptiebolletjes voor een lekker glaasje. Bier en wijn. Jij? Koffie en thee. En ik hoef u niets te vertellen, ik ga straks met Peter aan een biertje. En team 2 bestaat uit... Jeffrey. Achternaam? Postma. Team 2 bestaat uit... Koen van den Braber. Koen van den Braber. En team 2 bestaat uit deze beeldschone... Laura Spoelstra. We gaan beginnen op de Varkensmarkt en daarna gaan we naar... Amicitia, met de Koopgoot. Ja. Naar het eetgedeurburger. Bij de Food Village. Ja. Daarna door naar Langstraat. Chef, jij krijgt deze twee mee. Vertrouw je erop dat ze het leuk gaan doen? Moet wel, hè? Nee, gaat helemaal goed komen. Ja, we hebben een heel goed team. Dit. Heb je een beetje voorbereid? Ik heb er zin in, ja. Dit is mijn eerste grote tv-klus. En die van haar niet. Je hebt wel heel veel gedaan. Jij hebt al meer gedaan. Jij gaat hem wel helpen, hè? Tuurlijk. En ik ben ervan overtuigd dat hij het hartstikke goed gaat doen. Ja. Laura, wij gaan nu afscheid van je nemen. Koen, we gaan afscheid van je nemen, want we gaan op pad. Jullie hebben een programmaatje gekregen. Zeker. Wil je weten wat we moeten doen? Ja. Koen, je weet wat je moet doen? Ja, zeker. Zeker met aardappelen. Ik verscheurde je foto. En wat komt daarna? En de brief die ik heb gekregen of zo. Een brief. Je hebt helemaal niks aan hem. Ik verscheurde je foto. Wat zal dat? Ik verscheurde je foto. Heb je brieven verbrand? Kijk, daarom ga ik met haar op pad, want zij kent haar klassiekers. En wij gaan op zoek naar Nilia. Want die is haar smart heart aan het... Ze heeft haar hart verloren. Oh. Dus ze is aan het zoeken. Ja, of misschien zit ze wel ergens te huilend boven een wijntje en whisky. Ludderverde. Je weet het niet. Je weet het nooit met de smart. Wat we gaan op pad. Is, kort leven. Als ik nou nog één dingetje zie. Je slaapt vandaag wel op de... Bank? Juist. Nee, echt? Zie je wel eens zij het al weet? Dat was een gokje. Nou, we hebben heel veel hulp vandaag, hè? Ja. Zullen we hem even erbij roepen? Ja, lijkt me leuk. Dat is zijn eerste tv. Kido, jongen. Dus een hunka damesport. Kido, jij gaat onze tassen dragen. Jij gaat koffie halen. Ja. En bier voor oom Joop. Zou jij om een uur of 4:30 voor onze glaasje bier willen halen? Ja, dat is een goed idee. Oké. Cameramensen gaan we doen. Jullie cameraman heet... Jeffrey Postman. Ah, daar kunnen we niet zonder. Ja? Jeffrey Postman? Ja. Jullie hebben vertrouwen erin dat hij mooie beelden gaat schieten? Dat doet hij altijd. Ja. Dat is een mooi compliment. Laura, dankjewel. Wij hebben een beetje vertrouwen in Peter. Oh, zeker. Ja hoor. Kijk eens. Daar staat hij. Thank you.
voor jullie allemaal. Chill. Met de grote klap, Groot Festival. Openen, Jos. Nu, bam, komt ie. Jullie mogen zo meteen naar jullie podia's gaan en daar dan de eerste optredens gaan verzorgen. Even snel, want je bent bloed en bloeddruk bezig. Ja. Kijk eens omhoog. Ja, mooi hè? De weergoden houden van de smartlappen. Ja, nee, ze onder meer. De koren zijn naar de pleinen. Ja, zijn hoe gaat het tot nu toe? Goed, het loopt allemaal gesmeerd. Ja. Dus het was vanmorgen even hectisch met de opbouw. Ja. Maar toen de koren binnenstroomden, dat ging ook mooi geleidelijk. Het was toch 1100 man. Even spannend. Ja. Want als het in één keer een hele bult tegelijk voor de kamertje staat. Dan. Maar dat liep mooi geleidelijk. Opening is geweest. Nou, ze hebben nu een half uurtje de tijd om naar de podia's te gaan. Ik zag het, ja. En nou ja, dan gaat het lopen. Oh jongen, wat tref je het. Mooi, en met name met dat weer. Maar ja, daar was ik eigenlijk wel van overtuigd. Hoogsmeeing, kijk omhoog, smeeing, want daar schijnt nu weer de zon. Helemaal goed. Hey, ja. Je bent er klaar voor, hè? Ja, nee, het, okay, we gaan los. Oké, hoi. Dankjewel. We zien elkaar. Zijn we er klaar voor? Stomme vraag natuurlijk. Maar zeker zijn we er klaar voor, we zijn er helemaal klaar voor. Waar gaan jullie heen? Wij gaan straks hier op het ja, gaan we straks. Waar gaan de heren naartoe? Wij gaan naar de Helmers. Jij geeft antwoord. Wij gaan kwart. Wij gaan kwart over één bij Hemels. Kwart over één bij Hemels? Ja. Op de Lange Straat. Redden jullie dat het stukje? Oh, dat gaat wel lukken. Nieuwe voorzitter van het koor? Ja, van het koor, ja. Van de eenvaarders. Met de meerderheid gekozen? Met volledige toestemming van iedereen. Succes vandaag. Ja, ja, we gaan mooi. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dames, heel veel plezier vandaag. Ja. Hoi. Hoi. En we beginnen met de medley en die heet Uithuilen en opnieuw beginnen. Nou dirigeer je heel veel nummers, maar wat is jouw favoriete smart? Ja, smart? Dan heb je het wel over bijvoorbeeld de oude Jacob. Die zingen we toevallig vandaag niet, want op een plein is dat niet zo geschikt. Maar dat vind ik een hele mooie. En als een meisje moeder wordt, vind ik heel mooi.
Maar de medleys die ik zelf altijd in elkaar zet, die vind ik wel het leukste om met het koor te doen. En die zijn ook het leukste voor het publiek. Dat ze steeds een klein stukje herkennen en dat ook vaak mee kunnen zingen. Coupletten, die kunnen ze vaak niet, maar de refreinen wel. En die plakken dan aan elkaar. Maar gezellig als het publiek ook zo actief meedoet, hè? Ja, dat is heel leuk. En je gaat zo dadelijk weer een koor dirigeren. Ja. En welk koor is dat? Dat is Gedeelde Smart uit Amersfoort. Hier uit Amersfoort. En die dirigeer ik zelf nu 2 jaar, maar die zijn al 12 jaar bezig. Oké. Hoe groot is die groep? 45 dames. Dat is aardig wat. Ja. Heb je veel te dirigeren vandaag? Alleen deze 2 koren. Ik heb nog een koor, maar dat in Woudenberg. Hoi, wie ben jij? Hoi, ik ben Jeffrey. Jeffrey, en wat doe jij vandaag? Ik moet vandaag zorgen dat de koren op tijd op het podium staan en weer op tijd eraf gaan. Podiummanager dus? Ja, podiummanager, dat is mijn rol nu. Nee, maar dat is nog best lastig, denk ik, hè? Want dat is gewoon een hele strakke planning voor vandaag. Ja, we kregen wel strenge regels mee. Want we moeten echt, ze hebben 20 minuten de tijd om te spelen. En dan moeten ze ook echt eraf. En ze hebben 10 minuten wisseltijd per koor. Heb je dit eens vaker gedaan? Nee, dit is de eerste keer. Dus voor mij was het in het begin ook wel even een beetje spannend kijken hoe dat ging. En werken eens een beetje mee, die dames? Ja, je kan wel zien dat deze groep meer ervaring hebben dan ik, hoor. Die weten precies wat ze moeten doen, dus dat maakt het ook wel wat makkelijker. Maar je moet niet zo lief lachen, hoor. Je moet wel wat strenger kijken tegen. Ik ga het proberen, maar dat zit niet in me. Veel plezier. Goed, dankjewel. Ik hou erg van smartlappen. Ja, waarom vindt u het zo mooi? Ik werk in een bejaardentehuis en dan zing ik ook altijd mee als er optredens komen. En ik vind het gewoon heel erg vreugdevol. Hè? Wat vond u van Ach en Wee? Goed vond ik het. Kent u ze? Nee, ik ken ze niet. Meestal gladiolen, roze gladiolen. En wat hebben we nog meer? Meestal, ja, nog... Wel een andere bekende. Hooglands Koor, dat heb ik ook nog nooit gehoord dus. Want dat is allemaal weer nieuw, hè? Komt u elk jaar kijken? Ja, elk jaar kom ik, ja. U bent net opgetreden. Hoe ging het? Ja, goed. In mijn beleving goed. Ik hoop dat het publiek het ook vond. We hebben een generale repetitie vandaag, gisteravond. Nou, hij ging best aardig. Voor de hoeveelste keer doen jullie eigenlijk mee? Smartlap, hier het festival in Amersfoort.
misschien keer, al wel vierde keer hier. Of vierde al? Nee, vierde, vijfde. We, nou, 10 jaar geleden hebben we hier in een boot rondgevaren. Dat was een hele mooie herinnering. Vorig jaar hebben we ook meegedaan. Toen was het heel erg koud. Dus, We hebben mooi weer vandaag. En waar komen jullie vandaan? Achterveld. Dus eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd? Ja, ja hoor. Ja, zeker. Wat is de mooiste smartlab? Echt de ultieme, dan moet er iemand doodgaan. Wij hadden, ja. In het begin hadden we zo'n criterium. Er moet iemand in ieder geval doodgaan. En degene die het gezongen heeft, moet eigenlijk ook al dood zijn. Dus wij zingen geen André Hazes. Of dat, ja, die is dood. Oh, ja, die mag nu ook. Ja. Die mag ook. Ja. Jartje Smit nog niet. Nee. Wij zijn Gedeelde Smart. Wij gaan een klein half uur voor u zingen. Wij verrassen u met verschillende Nederlandstalige liedjes. En ik wil aan u voorstellen onze dirigente Joke Marcus. En momenteel hebben we twee accordeonisten. Straks bij het volgende blok zijn we voltallig met ons trio, maar nu zijn het Peter en Carla. Te genieten, zag ik net. Zeker. Je kent de tekst uit je hoofd? Niet, geen woord. Nou, ik heb een paar keer wel gehoord, want mevrouw zingt mee. Dus ja. Dan hoor je die tekst wel. Ga je samen niet oefenen dan? Nee. Zingen is mijn hobby niet. Ik luister wel naar. Ja. En jou? Wat? Ik zingen? Jij zingen? Nee hoor, dan lopen ze allemaal weg. Nee. Maar ook niet een beetje neuren hier? Nee. Maar het is wel leuk, hè? Ja, het is schitterend. Schitterend, hè? Ja, ja. En je vrouw hebt er schik in? Heel veel. Gedeelde Smart uit Amersfoort en jij bent? Ik ben Gerda. Ik ben een van de 45 vrouwen van de Gedeelde Smart. Gerda, lekker optreden net. Heerlijk. Het was onze eerste en gelijk de spits eraf. Heerlijk, leuk. Ja, ja. En jullie eerste, want jullie hebben een aantal optredens vandaag. Ja. We staan 3. We staan straks nog op het Lieve Vrouwenplein. En we gaan ook nog op het Jordensplein zingen. Dus het wordt een fantastische dag. Het zonnetje is erbij. Heerlijk. We kijken hier naar uit. Nou een echte, een hart en een ziel, een smart van smart. Ja. Nederlandse lied is toch wel heel erg leuk.
Zee, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. En die naam is gekozen omdat we zowel zeemansliedjes als liedjes, levensliederen zingen. Dus daarmee is eigenlijk alles gezegd wat ons repertoire is. Hoe is het gegaan? Ja, heel lekker. Het is een beetje winderig op het podium, maar verder we boffen met het weer. De zon schijnt en heel gezellig. Hoe lang zit u al bij dit Smartlab Accord? Het begin, dus 10 jaar. 10 jaar? Ja, ja. Dat is een lange tijd. Ja, maar het is gewoon gezellig, dus is het niet moeilijk om dat vol te houden. Komen jullie nou elk jaar hier op het Smartlab Festival in Amersfoort? De eerste keer. De eerste keer? Ja, ja dat... Wij hebben nooit het geluk gehad om ingelood te worden en dit jaar wel. Wat maakt Smartlab zo mooi? Je kan er een stukje van jezelf ook inleggen. Je kan zingen gewoon puur wat er staat, maar je kan ook zingen gewoon van en meevoelen wat je zingt. En dat is bij dat soort liedjes vind ik toch wat makkelijker. Zijn hele gevoelige liedjes vaak? Ja, smartlappen gaan echt over leed in het leven. Je hebt ook levensliederen die goed aflopen. Hè, maar smartlappen is eigenlijk een onderdeel van levensliederen. Dat, Wil je even onze rug zien? Oh, draai maar even om. Oh, kunnen jullie dat ook eens even doen met z'n allen, dat rondje? Even zo. Even dat rondje. Yeah. Maar het is ontzettend gezellig om in zo'n hele leuke stad te zijn. Jullie komen niet uit Amersfoort? Nee, wij komen uit Almere, uit de polder. Ja. Maar het is een geweldige stad. En dat weer natuurlijk, maar dat zal iedereen zeggen, oh, beter kan niet. Maar in Almere is dit dus niet dat jullie speciaal hier naar Amersfoort toe komen? In Almere, nee. Ja, we willen het wel proberen. Maar het is gewoon het is een veel te grote stad. Jullie hebben het hier knussen. Het is hier allemaal wat dichter bij elkaar. Je zou het daar, het is te wijds en dat... Ja, met elk moment uiteindelijk een andere locatie. En bij ons is alles veel wijzer. Heel modern ook. Kolaas is de architect. Ja, we moeten ook een beetje promoten voor Almere. Maar mannen is altijd een probleem in een koor. Moet je dus opletten. Zijn mannen een probleem in een koor? Nee, mannen zijn geen probleem. Het probleem is dat mannen... Nee, we vinden het heel leuk, mannen in een koor. Maar het probleem is dat heel weinig mannen in een koor willen zingen. Terwijl het bij ons zo gezellig is. Wij zoeken nog bassen. Dus als er mensen uit Almere en omgeving... Amersfoort. Ah, ja. Elke dinsdag bij jullie? Elke dinsdag, ja. Nee, geweldig. Zoek maar op de site. Ik zie dat u hier al even staat te kijken bij de Smartlappenkoren. Wat vindt u nou zo mooi aan het Smartlappenfestival? De Smartlap zelf in de eerste plaats is gewoon heel erg leuk. Daar kun je er zelf in vinden. Ook als je droevig bent, maar ook als je blij bent. En dat is eigenlijk het grootste wat je aan een Smartlappenkoor hebt. En het gemiddelde koren is er gewoon voor dat zingen verbindt de mensen. En dat mensen binden, dan krijg je vrede door. En dat is eigenlijk het doel waarvoor we allemaal zingen. Eigenlijk een beetje egoïstisch, want ik doe het om blij te zijn. Om blij te zijn. Dat is het. Heerlijkheid, blij, fijn, je hoort ergens bij. Het is eigenlijk niet te beschrijven. Ik kan enkel maar zeggen, zingen dat moet je doen. Dan voel je pas, dan beleef je pas wat zingen is. Dus kom, ga naar een koor. En wij zingen voor u een aantal prachtige liederen, balladen en een beetje smart. Het is van alles wat. Maar wij zijn Rozen en Gladiolen uit Amersfoort. Maar nu hebben we 20 minuten. Een applaus voor Johnny. Ja. Mensen, we hebben maar 20 minuten. Ik mag nooit zo lang praten, dus ik begin maar gewoon weer. We hebben een paar mooie liederen. Hello.
wat je al gezien hebt, hè. Een geweldig koor. Mooi zang. Hoe groot is je koor? 60. 60. Zo, en hoe lang doe je dit al? Het koor, ik denk 16, 17 jaar. Ik 6 jaar. Wat is jouw favoriete smart? Mijn favoriete smart is Kleine Vogel. Oh, die ken ik niet. Dat is een oude. Moet je eens opzoeken. Die is zo mooi. Mag ik eens even jou complimenteren met je outfit? Ik vind je bijzonder. Dank je. Dankjewel. Ik taai zo af, want ik moet even weg. Ik geef de microfoon aan Martine. Martine, kan hem aan jou over? Ja, ik pak het van je over. Jij heel veel plezier op je blind date. Ze gaat op blind date, mensen. En heel veel plezier. En wij gaan het, Joop en ik en Laura, gaan het verder van jou overnemen. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Ja. Want hoe kiezen jullie dan die nummers? Want jullie zingen over liefde. En als je verliefd bent, dan komt dat nooit goed. Ja, dat zeggen die nummers, hè. Maar ja, stiekem weten we wel dat het wel goed komt, hoor. Ja, heel stiekem wel. Zijn jullie dan ook allemaal verliefd? Ja. En niet verloren? Nee, nog verliefd. Ja, tuurlijk. Het is een mannenkoor, toch? Wij zijn echt mannenkoor, een zeemanskoor. Ja. Met Chantilliederen. En we zijn gevestigd in Amersfoort. En ik hoor jullie wel eens als jullie in de boot zitten bij Eem. Ja, dat klopt, door de grachten. Super. Door de grachten, over de Eem. We zijn de Eemvaarders. Oké, en vrouwen? Zijn die ook toegestaan? Wij hebben dus wel vrouwen, maar het zijn de accordeonisten. Dus niet de zangeres. De zanger is alleen mannen. Maar als je nou een hele rokerstem hebt, ja, misschien met veel whisky en roken, wie weet, zware check. Dat zou kunnen. En hoe
lang bestaan jullie al? Ja. Wij bestaan bijna 10 jaar. Volgend jaar bestaan we 10 jaar. En dan gaan we ook uitgebreid vieren. En hoe lang bent u al voorzitter? Ik ben pas 3 maanden voorzitter. Oh, ja, hè? Dus, en hoe bevalt het? Tot nog toe goed. En, ze luisteren nog goed. Ja? Ja, maar, ja. Maar u zit er al wel bij vanaf? Ja, ik zit er nu 3 jaar bij. Dan moet ik even iets bedenken hoor. Ja. Op rode rozen vallen tranen. En wij hebben alleen maar zeemansliederen. Oh ja. Ik ken er nog één. Oké, deze is even uit. Oké. De vissers van Zoutkamp. Die hebben wij niet in het repertoire. Ah joh, ik ken hem ook. Kennen ze de klassiekers niet? Ja, maar... Mijn klassiekers. Dat is jouw klassiekers. wij zijn de oude klassiekers natuurlijk. Hè? De generatieklassiekers. Ja. Ja. Nou, heel veel plezier mannen. Gaan we doen. En toi. Ja. En wij volgen jullie zeker nog even. Oké, dankjewel hoor. Zing hem op. Tot ziens. Zing hem op. Zeeland, jouw verlangen is de zee. Zeeland, laat dat dromen. Denk niet aan je huis. Zeeland, uit Amersfoort. Wij zingen voor, u bent ingekomen voor mijn gouden hoer, dus we gaan lekker verder met zingen. De verzonken stad. De verzonken stad. Ja, ik vind het altijd heel gezellig qua muziek en zo. Dus, ik vermaak me prima hier. Echt? En kan je een beetje meezingen?
Nee, dat doen we niemand aan. Nee? Maar ken je wat teksten? Komen er wat bekende voorbij? Ja, we krijgen allemaal verschillende koordjes en sommige nummers hoor je ook 3 keer, maar dat maakt niet uit. Het gaat meer om de gezelligheid. Ja, dus, dat is waar. Hey, en hierachter doe je lekker, heb je frituurtje. Oh, lekker. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit hoor. Lekker. Die was voor de show. Ja, oh hey, Andries. Leuk jou hier te treffen. Ja. Jij bent nogal een klassiek aangelegd vaar. Nou, ik heb vorig jaar nog het Matlab Opera meehelpen organiseren. Is dat zo? Ja. En wat vind je vandaag? Wat zijn je indrukken? Wat ik gezien heb. Ja, het klinkt altijd vrolijk en altijd opgewekt. Dus, leuk. Mooie sfeer. Leuk. Super. Dankjewel. Nog een hele fijne middag. Nico, wat is jouw functie? Ik ben koorbegeleider. Koorbegeleider? Ja, ik moet een van de koren moet ik van het ene naar het andere podium begeleiden. Ja. Dus, en ze zingen allemaal op 3 podia. Ja. En het is natuurlijk hartstikke druk in de stad. Ja. Want dat kun je vanwege het mooie weer ook. Hè. Alles vaart, de waterlijn vaart met veel mensen. Ja. Er worden rondleidingen door de stad, dus ik moet steeds dat koor van mij, die steegzangers, moet ik door de stad loodsen. En loopt het vlotjes of is het chaos met jou? Nee, met mij is het... Oh, ik kan niet meer stukken, Joop. Dat, lopen ze niet elkaar in de weg? Nee, nee, daar zorg ik voor. Hè. Ik heb daar flink de wind in. Maar het was toch heel fijn.
hier om mij heen staat Nooit Meer Eenzaam. Eenzaam zijn ze niet, denk ik, toch? Daarom heten we ook Nooit Meer Eenzaam, inderdaad. Daarom zijn we opgericht om nooit meer eenzaam te zijn. Klopt. Net opgetreden op het Smartlab Festival in Amersfoort. Ja. Hoe was dat? Nou, het was even improviseren, want het was eigenlijk de bedoeling dat we op die trap gingen staan. Maar je hebt gezien net dat we bepaalde liedjes doen en choreografie die niet zo makkelijk op een trap zijn uit te voeren. Dus de mannen werden behoorlijk het hoofd op hol gebracht, of niet? Ja. Maar we zijn er wel een beetje, we hebben wat routine in ontwikkeld. Maar het is toch elke keer weer heel erg plezierig. Ja. Plezierig? Ja, eigenlijk wel extatisch. Ja. Hoe is dat voor u? Heerlijk, het mooiste nummer, dat laatste, daar kunnen we ons helemaal uitleven. En dan geven we natuurlijk alles, hè. En het is ook leuk om te zien dat het publiek dan ook aangroeit, hè. Dus er komen steeds meer mensen op af. Het was indrukwekkend om te zien. Ja, dat geloof ik graag. Ik wou het zelf ook wel, maar wij doen zelf mee, hè. Dus ja, we zien het. We kunnen het wel terugkijken. Ja, dat is heel fijn. En waar komen jullie vandaan? Uit Utrecht. Lekker dichtbij? Ja, zeker. Ja, dit is heel fijn dat we ook hier een keer mee mogen doen. Voor het eerst doen we eerste keer. Ja, erg leuk. Ja. Ja. Voor u uit Utrecht gekomen, uit de Zeven Steegjes, het koor De Steegzangers. En we gaan voor u een gevarieerd programma zingen met gevoelige liederen, vrolijke liederen, dat u ervan mogen genieten. Als de oorlog komt, bij jou zal zon schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een lukje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? Thank you.
Want jullie hebben vooral gevoelige nummers, emotionele nummers, tranentrekkers. Ja, hoe, waarom zoeken jullie die uit? Maar ja, daarom heet het ook smartlappenkoor. Dat is natuurlijk, dat is van de smarts. Dat is allemaal ellende. Ellende. Ja, het is ellende. En, hoe... en uiteindelijk moet je het dan ook nog vrolijk proberen te brengen. En hoe houden jullie het dan vrolijk, meneer? De derde helft. Samen, dames. De derde helft. De derde helft. De derde helft. Die is meestal vrolijk. Ja, die is meestal vrolijk. Ja, de derde helft. Er zit er een wijntje in en dan... Dan zit er een wijntje in en dan komt het goed. Dat zijn de vrolijkste. Dan komen ook de vrolijke smartlappen. Ja. En het zonnetje en genieten. Wat, hoe kun je de dag omschrijven? Nou, fantastisch. Weet je, het weer maakt natuurlijk ook zo'n festival. En daardoor zijn er ook veel mensen en genieten mensen. En dan word je heel blij van. Tenminste, ik wel. U loopt een beetje naar achter, maar u? Nee, ik ben ook heel blij van. Ik ben hartstikke blij met de zon. Ik zal even aan de kant gaan, dan kan ik terug. Ja? Heel veel succes nog, jongens. Nee, dankjewel, hè. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik sta hier hopeloos in de wind bij Hopeloos. Hallo. Hallo. En wat doen jullie? Hoe oud en hoe lang? En wat... wij zijn volgens mij al bijna 15 jaar een koor, 16 jaar volgens mij. En uit Utrecht. Smartlappen, puur smartlappen. En het betere Nederlandse lied zingen we ook. Heel goed. En veel a cappella ook hoor. Ja, niet zo heel veel, maar een aantal nummers nog maar wel a cappella. Okay. En leuke dansjes, zag ik ook. Absoluut. Aan alles is gedacht. Ja, we hebben geweldige choreo. Daar hebben we ook een aantal mensen voor die dat gaan bedenken. En van waar dan hopeloos? Nou, wij hopen niet hopeloos te zingen, maar nee, we hebben een live lied. En dat is hopeloos. Hopeloos loop ik door de straten. Alleen op zoek naar jou. En mevrouw, u bent ook van Ik ben ook van hopeloos, ja. Ja. Het is geweldig leuk om te zien. En als mensen... Oh, nog wat gezien. Ja, allemaal van hopeloos. En als ik erbij wil, of het mag alleen maar dames zijn. Nee, wij willen juist heel graag mannen. Ja. Maar dat is mijn mannen. Een beetje slecht. Maar vesten jullie ze altijd weg? Nee. We verwelkomen ze. We zijn hartstikke aardig. Ja. Voor mannen. Ja. Zijn dol op onze mannen. En dan kunnen ze naar hopeloos.nl of... Kijk maar, dit is één van onze topmannen. Ja. Deze wil je toch houden? Hopeloos.net. Onze dirigenten. Ik heb er onwijs veel zin in. En jullie gaan in de mooie toren gaan jullie overleven. Wij zijn de fans van Hopeloos. Wij zijn de fans. Ja. Jullie reizen gaan zo'n mooie man. Is dit een van onze mooiste mannen? Ja, ik ben de mooiste man. Ik vind het de mooiste. Dat is echt mijn postuur. Ja, ik moet nog een beetje groeien, maar ik kom er wel. Ja. Hartelijk welkom bij het volgende optreden van in deze heerlijke verwarrende toren. Van smartlappenkoor Hopeloos uit Utrecht. Wij hopen u te vermaken met een aantal bekende nummers. En ik zou zeggen, zing gezellig mee. Als je vrouw je heeft verlaten, waar jij zoveel van houdt, en vrienden je gaan haten, op een kleine fout, dan wil je soms je leven, je eigen laten gaan. Je ogen worden vochtig, en je voelt opeens een traan. Nee, een man mag niet haten.
middag zit erop. Ja. Jij hebt netjes even afscheid genomen op het podium. Ja. Heel kort even terugkijken, Guy. Enorm gezellig. Veel te kort. Je begint, dan sta je ervoor en binnen no time is vanmiddag weer om. Ja. Ben zelf samen met een van de anderen langs alle koren, alle podia's geweest. Nou, het liep allemaal hartstikke leuk, gezellig, mooi weer. Ja, allemaal blije gezichten, iedereen meezinnen. Ja, wat wil je nog meer? Dan is zo'n dag zo om. Zo'n middag. Het vloog echt, want wij om 11:30 begonnen. En het is 16:30 en ik zit er vol energie. Ik vind het steeds hartstikke leuk. Dat geldt voor ons ook. Ja. Maar er komt nog wat, hè? Ja, nee. Je hoort het al op de achtergrond. Ja? Je hoort het al op de achtergrond. De smartballers zijn al begonnen. Zometeen krijgen we de samenzang met Peter Bruis. Ja. Nou, de boekjes zijn al uitgedeeld, dus iedereen die kan zometeen weer mee gaan zingen. Nou, dat gaat ook nog wel in een uurtje, 5 kwartier door. Even pauze dan. Ja, en vanavond Radio NL met Nederlandse artiesten en DJ's. En dan zal het ook weer heel snel 12 uur zijn, denk ik. En dan moet je stoppen. Joost van Empelen, Bert van Plateringen en Henk Tieke. Gouden kerels waar ik het mee heb samen kunnen doen. Helemaal perfect. Dankjewel, jongens. Oké. Okay. Dankjewel, Guy. Ja, beste. Hoi. Dat is hem. Hey, is er nog